Voor sommigen van u tot vervelend toe, maar dat neemt dan niet weg dat we toch nog een keer op die input-output terugkomen. Nog een keer ingaan op het fenomeen IO-driver en op de routines en de programmering die daar nodig is om de gegevens juist en op de juiste manier en op de juiste tijd uit te wisselen tussen randapparatuur en computer. Vorige keer hebben we de laatste minuten van een les een keer gebruikt voor de inputkant en we willen ons nu vooral concentreren op de output. Op de output driver. In de eerste plaats, het gaat daarbij om een subroutine. Een subroutine waarbij 1 byte vanuit de computer overgeplaatst wordt naar een extern proces. En dat externe proces dat kan dan een randapparaat zijn. En dan mag u denken aan een printer of aan een schrijfmachine. Maar in heel veel gevallen, zeker bij microcomputers, zal het ook om externe processen gaan die door de computer moeten worden bestuurd. Een industrieel proces bijvoorbeeld. Het probleem daarbij is dat we dan eigenlijk te maken hebben met 2 processen. 1 extern en 1 vanuit de computer gezien intern. En die 2 processen die sluiten niet bij voorbaat op elkaar aan qua timing, qua tempo en dergelijke. Dat betekent dus dat we in de programmering, in de behandeling ervan, ervoor moeten zorgen dat we momenten bepalen waarin die uitwisseling van data kan plaatsvinden van computer naar extern proces in dit geval. En dat op dat moment dan ook de afhandeling plaatsvindt. Daarbij kunnen dan wachttijden ontstaan, natuurlijk, want die processen lopen asynchroon en dat kan betekenen dat de ene partij moet wachten op de andere. Zo'n eerste wachttijd treedt bijvoorbeeld op, voor de computer dan, als hij data wil oversturen naar het externe proces en het externe proces, denkt u maar aan een regeldrukker, denkt u maar aan een schrijfmachine, is nog bezig met het afhandelen van de vorige opdracht. In dat geval moet die computer wachten, de volgende data kan nog niet worden verzonden. En als je dan verder helemaal mogelijkheden creëert, dan kan in die computer niets anders gebeuren dan inderdaad dat wachten. Steeds maar wachten tot dat externe proces het signaal geeft van ja, kom maar op met je volgende data. Een oude zegswijze rondom computers gaat dan gelden. Die computer staat met een enorme snelheid niets te doen. Nou, dat wil je wel proberen te voorkomen. Niet omdat die computer nou zo nodig optimaal moet worden gebruikt, maar ook al omdat die data toch wel steeds klaar moet zijn. Vooral voor die industriële processen en dergelijke geldt dat die computer in feite ondergeschikt is aan zo'n proces. En steeds maar weer die data op tijd klaar moet hebben. Dan kan dus het feit dat hij op één moment staat te wachten nadelig zijn voor het produceren van de volgende data. Je moet dat dus opvangen en het instrument waarmee het opgevangen wordt heet de interrupt. Een interrupt is een signaal van buitenaf, een extern signaal dat gegenereerd wordt door het externe te besturen proces en dat de computer aanwijzingen geeft omtrent de stand van zaken. Dat betekent die computer kan gewoon doorgaan met zijn werk, doorgaan met het produceren van data uit via programma's en dergelijke. Hij kan daar rustig mee doorgaan totdat een interrupt signaal binnenkomt en op dat moment kan hij die data, die volgende data afleveren. Hij hoeft daar dus niet op te wachten. Althans, hij hoeft daar niet actief op te wachten. Hij kan erop wachten terwijl hij andere dingen doet. Die interrupt resulteert in het uitvoeren van een subroutine. En dat betekent dus ook dat de gebruikelijke maatregelen getroffen moeten worden. Extern wordt bepaald wanneer een routine moet worden uitgevoerd. Maar dat betekent dat elke afhandelingsroutine, interrupt afhandelingsroutine, moet beginnen met het redden van registers, met de normale call en push-procedure en aan het eind van die routine moeten de oorspronkelijke waarden uit de registers weer opgehaald worden met de normale, die hebben we vorige keer ook besproken, pop- en return-procedures. Dat was die eerste wachttijd die kan ontstaan bij die 2 processen, intern in de computer en extern. Er is een tweede moment waarop wachttijden kunnen ontstaan en meestal ook zullen ontstaan. En dat is wanneer die data aangeboden wordt aan het randapparaat. Het zal dan gewoon enige tijd kosten voordat het randapparaat, dat externe proces, die data heeft overgenomen. Daarbij, dat hebben we een vorige keer gezien, moet die hele handshake-procedure worden doorlopen. Het is dus niet zozeer wachten wat de computer dan moet doen, maar het levert wel vertraging op, omdat er een heleboel signalen moeten worden uitgewisseld om zeker te stellen dat die data correct en op het juiste moment overgenomen wordt. Nou, dat uitwisselen van signalen, van besturingssignalen, dat kan worden overgedragen aan een hoeveelheid elektronica, een extra hoeveelheid elektronica in de computer, die eigenlijk het totale werk overneemt, werkt in samenhang met een buffer waarin die output data kan worden neergezet. De computer, dat betekent het programma dat een hoeveelheid werk moet doen, hoeft zich daar dan verder niet zo erg meer mee te bemoeien. Als dat programma dan
maar voor zorgt dat er data uit het geheugen worden gehaald, via de accumulator naar de outputbuffer wordt gebracht, dan is dat programma, is de output voor het programma verder een bekeken zaak. De elektronica van de IO-driver, die dan dus voor een groot deel in hardware is uitgevoerd, die elektronica neemt de afhandeling over. En ook daardoor wordt weer een stukje vertraging voor het proces waarvoor die computer er eigenlijk is, namelijk het produceren van data, een stukje vertraging wordt daardoor opgeheven. Eenzelfde constructie kunnen we bij input verwachten. Input, dat vergt ook een handshake-procedure, vergt ook het afstemmen van twee processen, extern en intern bij de computer, en dat afstemmen veroorzaakt ook wachttijden. Bijvoorbeeld ontstaat er een wachttijd als de computer staat te wachten op het binnenkomen van de data. Ja, op het signaal dat aangeeft van de data is er nu. Die wachttijd kan gebruikt worden als je weer voldoende delegeert binnen de computer. Ook kan er vertraging ontstaan. Die computer die moet op een gegeven moment melden, hebben we een vorige keer in die handshake procedure gezien, moet melden dat de data is overgenomen. Nou, dat terugmeldingssignaal, ook dat kan weer een vertraging, wachttijd veroorzaken. Ook dat kan door interrupts worden opgevangen. Betekent dus al met al dat die interrupt gebruikt wordt als extern signaal om die twee processen, extern en intern, op elkaar af te stemmen en dan maar voor te zorgen dat beide partijen, dat is dus het externe proces en het interne proces voor de computer, beide partijen door kunnen gaan zo lang mogelijk met het werk waar ze voor zijn. Dat was het voor deze week. Tot de volgende keer.